Mensenrechten na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk ons sterkste kompas zijn die ons naar een land proberen te navigeren waar alle mensen vrij zijn, alle mensen gelijk zijn en waar mensen gelijkwaardig uh, worden behandeld. En we laten dus dat kompas los. En hoe sneller de wereld verandert, hoe banger wij worden gemaakt. Hoe meer wij op onszelf terugplooien en hoe meer wij denken, ja maar ik eerst, ik eerst, mijn eigen vrijheid eerst, mijn eigen veiligheid eerst, mijn eigen menswaardigheid eerst, alsof er niet genoeg mensenrechten zijn voor iedereen, alsof menswaardigheid een schaars goed is.